Yo mensen, wat leef ik van nou? Mijn naam is Mick en welkom hier bij een splinteren nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij een fantastische video doen. Ja jongens, wij gaan namelijk een International Man of the Match Futdraft Challenge doen. Wat gaan wij proberen? We gaan 3 keer een Futdraft starten. En we gaan proberen zoveel mogelijk, ja, ik herhaal het. Zoveel mogelijk International Man of the Matches te krijgen. Doe alvast dat blauw duimpje omhoog. En dan zeg ik, laat het gewoon meteen beginnen. Wil jij FIFA 16 Ultimate Team Coins kopen? Ga naar gold.com en gebruik natuurlijk de code MICK voor jouw korting. Oké, we hebben deze opstelling 3-4-1-2, de 4-3-2-1, 4-4-1-1, 3-5-2 en 4-4-2 holding. Ik denk dat de beste opstelling is de 4-3-2-1. Daarop krijg je denk ik wel de beste spelers. En we starten gewoon meteen met International Man of the Match. De Bruyne, hoe is het mogelijk, gek? Die is fucking zeldzaam. Nog een keer back-to-back. Dat niet. Krijgen we wel Fabregas. Dat is wel leuk, want die linkt lekker met de Bruyne. Kom op, International Man of the Match. Sowieso. International Man of the Match. Iniesta. Linkt gewoon ook nog eens met Fabregas. En dan krijgen we hier... We krijgen hier Sanchez. Ik zou voor Ronaldo willen gaan. Maar we krijgen Sanchez. En we willen zoveel mogelijk International Man of the Matches. En de start al meteen echt supergoed. What the fuck? Oké, we krijgen hier... Ja, ik neem aan dat we nu wel BPL gaan. Dus we gaan lekker voor Sturridge. En hier krijgen we gewoon weer... Nee, dat niet. Dat doet me pijn, niet, hé? Dat doet me echt pijn. Oké, op rechtsachterpositie. Ik heb geen idee over een rechtsachter International Man of the Match is, maar die is er wel. Holy shit. Oh, kut. Ik klik per ongeluk op keeper meteen. Nou, mooi. Petr Cech. Ook een mooi kaartje. Helemaal niks verkeerd mee. Dit is dan weer minder. Waarom loopt mijn hond binnen? What the fuck? Is dit random of niet? Nee, oké. Laten we doorgaan. Dit is echt pure scheid. Barzagli. Vertongen. Ja... Oké, fuck mijn leven. Oké, let's go naar de bank. Normaal start ik altijd helemaal rechts, want dat is volgens mij altijd het beste. Maar vandaag niet. Vandaag ga ik links starten. Echt heel erg leuk. Dit is echt gewoon... Nee, ik moet gewoon International Man of the Match, dus geef me die. Dankjewel, Kyle Walker. Die past ook nog lekker in het teampje. Kijk dan. Oh, wat lekker. Dit is gewoon een goed BPL-team naar mijn mening, hoor. Hele leuke kaartjes, maar geen International Man of the Match. Dat is weer wat jammer. Kom op, hier dan. En... Nee. We haten het leven. Haat hier ook het leven. Ja, kom op. Oh my god, wat is dit dan weer? Dit wil ik niet. Kom op, een International Man of the Match. Geen International Man of the Match, jongens. Oké, hier dan. Nee, ik zag het al gewoon. Ik zag El Shaarawy en ik dacht, nee, dit gaat hem niet worden. En dit ook niet. Oké, EA. Geef me even... Waarom geen International Man of the Match? Harry Kane is wel echt goeie. 85 rated Harry Kane. Kon ook beter. Maar eigenlijk aim ik even op het moment voor International Man of the Matches. Die we nu niet krijgen. Wat me niet echt bevalt. En de laatste. En het is een International Man of the Match. Hoe is het mogelijk? Dus we hebben nu gewoon 5 International Man of the Match. Oh nee, 6 zelf. Kijk eens aan. Ik zal ze gewoon eens even allemaal in het team zetten. Het maakt niet uit waar ik ze zet, jongens. Even om te laten zien. We zetten ze even zo onder elkaar. Hoppa. Dus hebben we nu gewoon al 6 International Man of the Matches in gewoon de eerste futdraft. Holy shit. Volgens mij is dat best wel goed, maar dat gaan we dadelijk zien. Want laten we gewoon doorgaan naar de volgende futdraft. En laten we kijken of we daar weer zoveel krijgen. Ik weet het niet. Ik hoop natuurlijk meer. Natuurlijk hoop ik meer. Maar ja, you never know. Oké, daar zijn we al aangekomen bij de volgende futdraft. En ik zie hier al de opstelling 3-4-3. Meteen International Man of the Match. Oké, we gaan gewoon voor Neymar. Let's go bij de spits. En ja. Oh my god. Karim Benzema. Nee, Higuain. Moet de International Man of the Matches. Oh my god. En dan krijgen we hier Bill. En dan hadden we... Oh my god. We hadden echt gewoon een perfecte aanval dan. Ja, maar... We krijgen nu weer een International Man of the Match. Ja, niet zo, oké. International Man of the Match. Nog een keer. Nee, oké. Nou, boeit me eigenlijk heel weinig. Hey, dat is wat ik wil zien. Coutinho, let's go. International Man of the Match, Coutinho. Hier dan... En dit is Mascherano. Ook niet verkeerd, maar nee. Ik wil een International Man of the Match. Kom op, jongens. Dankjewel. Jeetje, we hebben er al vier. Holy shit. Als we nou 3 op de bank krijgen, nog 3 International Man of the Matches op de bank, dan hebben we echt gewoon goed voor elkaar, hoor. Dan hebben we echt gewoon heel goed voor elkaar. Grap me dan eerst hem, bijvoorbeeld, en daarna Walker of zo, maar niet in kutzooi. Nee, ik bedoel bedankt, maar geef hem dan nu nog een keer. Nee, dacht ik al. Oké, even kijken. Kom op, hier dan. Nee. Hier. Ja. Ja, we hebben er al zes. Ik ga ze gewoon op de bank zetten, want dat is vet. En nu hebben we er 7. Nee, we hebben wel Suarez. Jee, Suarez. Kom op hier dan. Ja, we hebben er 7. Let's go, boys. Oké, Wart. Dit ziet er wel echt heel vet uit. Holy shit. Kom op, voor de 8. Met de neus. Voor de 8. 8 op een rij. Kom op 9. Nee, dat niet. Wel Ronaldo. En... It's gone. Kom op, 9. We kunnen... Oké. Laatste keuze. Voor de 9. Kom op. 2, 4, 6, 7, 8.
En niet 9. Maar 8 is echt super goed. En daar ben ik echt wel super blij mee. Dus we hebben er gewoon 8 gehaald. Ik dacht de vorige keer dat 6 veel was. Maar nu hebben we er gewoon 8. Holy shit, jongens. Laten we gewoon nog een keer gaan proberen. En nu gaan we gewoon voor de 10. Ik weet niet wat ik zeg, maar laten we gewoon meteen gaan naar de volgende. Jeetje. Oké, jongens. Onze laatste futraf. De vorige futraf hadden we er gewoon 8. En ja, als dat deze keer nog meer wordt, dan word ik helemaal gek. We hebben wel weer dezelfde opstelling. En we starten niet meteen met er 1. Maar we hebben wel Harry Kane. Kom op hier dan. En nee. Dat wil ik niet zien. Ik wil wel wat international matches zien. Oh mijn god. Nee. Geef me er nu 1. Ik word gek. We gaan niet voor Iniesta, want dit is nog een international match. Kom op, EA. Oké, dankjewel. Oké, we hebben er 1. We hebben er 1. Dat is niet zo goed. Tot nu toe is het nog niet zo goed. Dit is helemaal niet goed. What the fuck is dit? Hier dan? Ja, Zapata. Oké. Hier dan nog een keer back-to-back. En back-to-back, Boateng. Oké, we hebben er nu 4 als ik er nu 1 krijg. We hebben er nog steeds 3. Als ik hier 1 krijg, dan hebben we er 4. En dan is het best wel oké. Maar we hebben Neuer. Oké. Als ik er nu 1 krijg, dan is het ook nog best wel oké. Nou is het niet meer echt oké. Maar het kan nog steeds. Maar de kans is klein. Maar het kan nog steeds. En we krijgen helemaal niks. Wat is dit nou weer? Oh mijn god, nee. Dit is echt heel shit. Dit is echt heel shit. Waar zijn die international met de matches? Messi? Fok off. Ik heb liever international manager match Iniesta of zo. What the fuck. Oké, 4. Hier. Let's go, jongens. Let's go, boy. Oh, als we nu nog 2 achter elkaar krijgen, zou het nog best wel goed zijn. Nee, krijgen we niet. Nee, het Ronaldo. Joepie de boepie. Oh mijn god. De laatste is gewoon echt de slechtste. We hebben er wel gewoon 8 gehaald. Insane is... We hadden ook nog bijna de kans om toen nog 9 te krijgen. Ik weet niet of ik jouw record misschien wel heb verbroken. Ik ga het ook proberen. En laat even in de reacties weten wat jij gaat halen. Ja, misschien heb ik wel meer als jou gehaald dan. Haha. En als je meer als mij hebt gehaald. Gefeliciteerd, hè. Maar ja, ik hoop dat je het tof vond. Ik vond het tenminste super tof. Doe gewoon een blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jou bij de volgende video. En zeg ik zoals altijd. Doe gewoon mee als je het weet hoe het gaat. Mick. Oh. Jongens, wat leven we nou? Mijn naam is Vic en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Voordat deze video begint, vraag ik om een like, want zo werkt dat op YouTube. Like en abonneer natuurlijk als je dat...